Oké, okay, dus we hebben de heer Blonk als inspreker en er is nog een inspreker. De naam wordt zo bekendgemaakt. Meneer Blonk. Wat? Ja. Zijn jullie met z'n tweeën of? Ja. Chuck, hier komt de inspreektekst toe. En ik ben erbij om de vraag te beantwoorden. Als u dat goed vindt. Prima. Ja. Oké. Okay. Dan zou ik willen voorstellen om. U begint als eerst natuurlijk, hè, om uw naam kenbaar te maken. U heeft 3 minuten, dacht ik. De tijd. En eigenlijk is het 2 minuten en 1 minuut voor vragen, we hebben in totaal. Toch? Ja, weet je wat strak. Strak wat? Nou, 3 minuten heeft u in ieder geval. En gaat uw gang. Wat is uw naam? Mijn naam is Chuck Heber. Chuck. Chuck, C-H-U-C-K. Ja. E-B-R. E-B-R. Ja. E-B-R. E-B-R. Oké, prima. Goed, u heeft 3 minuten de tijd en na uw bijdrage zullen er vragen worden opgehaald om beantwoord te worden. Oké. Dank u wel. Beste bestuurscommissieleden, de buurthuizen Anansi en Montecraille worden verbouwd. We weten niet of ze integraal toegankelijk worden. Ze zijn het nu niet. We hebben het wel gevraagd. We hebben proactieve pogingen ondernomen om contact te leggen, maar men scheert ons keer op keer af. Het laatste antwoord luidde dat we bij de oplevering betrokken zouden worden. Bij de oplevering, dan is het te laat. Onze ervaring is dat in dit soort gevallen gedane zaken geen keer nemen. We moeten vanaf het begin van het plan actief betrokken worden. Buurthuis Hoornendrecht is voor ons het voorbeeld geweest over hoe het niet moet. Pas na aandringen mochten wij na de oplevering een schouw doen. De entree maakte afhankelijk en staat een voor ons onbruikbare lift. De helling is niet veilig, de trap in de grote zaal heeft geen leuning. En het toilet is niet integraal toegankelijk. Met al deze zaken is weinig of niets gedaan. We komen graag in buurthuizen. Doch het gaat ons niet zo gemakkelijk af als je niet voldoet aan de standaard en je ook nog eens belemmerd wordt door fysieke beperkingen. Het buurthuis is dan niet gemakkelijk bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar. Beste commissieleden. In de buurthuizen worden heel veel activiteiten georganiseerd die kunnen bijdragen aan een inclusieve maatschappij. Cultuur, scholing en versterking van zelfredzaamheid. Juist daarom is de integratie en toegankelijkheid van buurthuizen zo belangrijk. Hierbij wijzen wij de mensenrechten middels het VN-verdrag voor gehandicapten. U nu wel bekend als Agenda 22. Dus een bijlage waar de agenda 22 in de finale staat. Beste bestuurscommissieleden, voordat u aan een plan begint, mogen we alsjeblieft eerst meebeoordelen. Het buurthuis moet integraal toegankelijk zijn. Integrale toegankelijkheid voordat u begint. Dit voordat u begint. Dankjewel. Goed, zijn er vragen uit de commissie? Ja? Goed, mag ik bij de heer Risti beginnen? Dank u wel, voorzitter. Weet als het gaat om toegankelijkheid, dat het een belangrijk aandachtspunt is hier in het Zuidoost. Het is ook een vreemde dat met ons een dergelijke inspreekbeurt er weer een beroep gedaan moet worden op ons om alert te zijn als het gaat om maatregelen die wij nemen bij verbouwingen. In dit geval dus om het buurthuis Anansi, waar de inspreker zich met name nogmaals met deze beurt
een beroep doet op ons om daar dus alert in te zijn. Aan u de vraag, heeft u de indruk dat het stadsdeel daar een tekort schiet als het gaat om proactief bezig te zijn, al bij de planvorming om de organisatie erbij te betrekken? Goed, u hoeft nog niet te beantwoorden. Ik haal de vraag op de heer Lewin. Oh, sorry, de heer Van Dijk. Dank u voor het inspreken. Kort twee vragen. Ik ben heel erg benieuwd hoe de communicatie met het stadsdeel verloopt is, of u daar wat over kunt vertellen. En het tweede is de manier waarop we het platform denkt te kunnen bijdragen op een proactieve manier aan de voorkant. Dus de communicatie, hoe dat gegaan is en hoe jullie mee kunnen denken of mee willen denken. De heer Lewin. Ja, een kleine verduidelijking inderdaad. Nogmaals bedankt voor uw bijdrage. Want u begon de buurthuizen en de Bontekraai en Anansi. Maar het gaat om die twee buurt, de toegankelijkheid van die twee buurthuizen. Begrijp ik dat goed? Dat zijn buurthuizen later wordt gerenoveerd worden. Ja, maar dat was mijn die, ja, prima. Die vraag wordt zo beantwoord. Mevrouw de Boer. Ja, dank u wel voor het inspreken. Ook even verduidelijken de vraag. Begrijp ik, want de voorbereidingen voor in ieder geval de Bontekraai zijn natuurlijk al gestart. Begrijp ik daaruit dat jullie daar nog niet bij betrokken zijn, bij die voorbereidingen? Goed. Dan waren dat de vragen. Oh, heer Itzinga. Ja, dank u voorzitter. Ik heb de volgende vraag aan de inspreker. Bij een presentatie in de Bontekraai werd in antwoord op mijn vraag van in hoeverre het platform ook betrokken was bij de verbouwing, aangegeven dat er niet sprake was van direct contact met het platform, maar dat men zou werken aan de hand van de voorschriften voor toegankelijkheid. Er is een, inderdaad op Amsterdams niveau ook een overzicht van voorschriften waar het niet te voldoen als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Mijn vraag is van kijk naar de situatie, naar de lokale situatie. Denkt u dat daar ook nog aanvulling op gegeven kan worden, zodat inderdaad de betrokkenheid, en laat ik duidelijk zijn van in deze tijd waar u roepen om betrokkenheid en betrokken burgers, vind ik het van groot belang dat de potentiële gebruikers daar ook betrokken zijn. Maar daarnaast ben ik ook heel nieuwsgierig of u kunt zeggen van nou, kijk op naar de voorschriften, hebben wij nog wel aanvullende verzoeken. Dankjewel. En dan nu de antwoorden. Meneer Bon, dank. Ja, gaat u maar? Ja, ik heb hem aangezet, maar ik ben niet in beeld. Nee. Maar we horen wel. Jullie horen wel. Ik ben eerst op de beeld. Ja. Kan je goed lip-sync? Het gaat in dit geval met name om de Bontekraai en Anansi, omdat die binnenkort verbouwd worden. Over onze betrokkenheid was een vraag. We hebben sinds 2013 contact gezocht om proactief betrokken te zijn met verbeteringen van de toegankelijkheid van de buurthuizen. We hebben contact gehad met de deelraad, het programmabureau, vastgoedbeheer van eerst het stadsdeel en nu gemeente Amsterdam, projectmedewerkers, beheerders van de buurthuizen. Ze hebben onze aanbevelingen in ontvangst genomen en we zijn verder niet actief benaderd om mee te adviseren. Bij de aanstaande verbouwing van de Bontekraai heb ik een schriftelijke reactie gekregen op onze aanbevelingen waaruit ik opmaak dat zelfs het handboek toegankelijkheid niet gehanteerd wordt bij de verbouwing. En onze ervaring is dat de regels zijn heel goed, de handboeken zijn een goed instrumentarium, maar zeker bij verbouwing van een bestaand gebouw gaat het toch om hoe pas je de regels toe. Vaak moeten er keuzes gemaakt worden en als je niet direct betrokken bent, geen ervaringsdeskundige, maak je gauw niet de goede keuzes daarin.
Bovendien hebben we gemerkt dat de regels in het handboek toegankelijkheid in de praktijk net niet helemaal voldoen. Dus we hebben daar wel aanvullingen op. Vandaar dat we graag actief betrokken zijn. Agenda 22, artikel 4, lid 3, zo uit mijn hoofd, zegt ook dat bij alle zaken, bij alle besluitvormingsprocedures die gaan over gevallen van die te maken hebben met mensen met een beperking, moeten de mensen met een beperking actief kunnen meepraten en kunnen mee adviseren. Volgens agenda 22 is integrale toegankelijkheid een mensenrecht. Eenzelfde mensenrecht als recht op om je vrij te kunnen verplaatsen, vrij van meningsuiting, om niet gediscrimineerd te worden. Even kijken, wat hadden we nog meer? Schiet het stadsdeel tekort werd er gevraagd. Zonder verder met een vinger te willen wijzen of te zeggen wie er tekort schiet. Wij hebben heel veel moeite gedaan op alle mogelijke fronten om ons als gesprekspartner aan te bieden. Om als adviserende partij bij aan kleine aanpassingen, grotere aanpassingen voor de buurthuizen. En onze uitgestoken hand is steeds niet aangepakt. Dus ergens schiet wel iemand tekort. In ieder geval, we zijn niet gehoord. En in de praktijk betekent dat dus dat na afloop van een verbouwing mogen we meelopen met een oplevering en kunnen we constateren dat er zaken niet op orde zijn die nog moeten worden aangepakt, gepast, waar dan vaak weer geen budget voor is. En in veel gevallen kan je dingen maar beter in het begin goed doen, zodat je het niet later nog weer een keer moet gaan veranderen. Soms kan het gewoon ook niet meer anders. En daarom willen we er graag vanaf het begin bij zijn. In buurthuizen gebeuren heel veel dingen die van belang zijn voor iedereen. Als een computercursus, zoals in de Bonte Kraai, op de eerste verdieping is en je komt niet veilig bij op de eerste verdieping met een rolstoel, is de computercursus dus niet voor iedereen toegankelijk. Goed. Volgens mij is er nog één vraag open. Dat is de vraag van de Partij van de Arbeid. De heer is al beantwoord. Prima. Oké. Goed, dankjewel voor uw bijdrage. En de vraag is, als u dan op de tribune weer wil plaatsnemen, dan nodig ik de tweede spreker uit, of inspreker, de heer Landman. In zaken de A9.